Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. We zijn er vandaag met een verse update. En ik moet eerlijk zeggen, Marjolein, we nemen weer een lekker risicootje. Je bent natuurlijk erbij, Marjolein. Hey, hallo. Hoi, hallo. Hi. Hey, hoi. Ik raas zo de intro in. Ik vergeet je helemaal te introduceren. Het is niet voor niks een Formule 1-podcast. Eh, precies. Meteen door snel de, de Apex pakken en doorpakken met die app. Um, we nemen weer een ongekend risico vandaag, want er speelt van alles op dit moment in Portugal. Uh, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar het kan zomaar zijn dat hetgeen wat we nu aan het opnemen zijn, over een uur of anderhalf alweer outdated is als alle persconferenties erop zitten. Maar goed, dat risico nemen we dan maar even voor lief. Mocht dat zo zijn, het spijt ons ons van tevoren, maar ja, we zijn wel de eerste die weer met een podcastje in de voorbeschouwing komen. Dus. Um, Marjolein, ik wilde beginnen met een ludieke opener vandaag. Leuk nieuws, Nico Rosberg gaat het weer opnemen tegen Lewis Hamilton. Heb je er al zin in? Ik heb er zin in. Je hebt er zin in. Jij ziet nu al uit naar de extreme E-competitie, want daar gaat het om in dit geval. Ja, ik heb het al gelezen, dus het was geen uh, complete verrassing uh, voor mij, dit verhaal. Uh, maar inderdaad, ja, ze gaan weer head-to-head. Uh, head. Ik uh, ben benieuwd hoe dat tot stand is gekomen. Heb jij, ik heb alleen de headline gelezen. Wat is de reden? Rosberg dacht, uh, Hamilton uh, die gaat van die gekke auto's rijden in de woestijn. Dat wil ik ook. Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb zijn, zijn achterliggende gedachten niet gehoord. Hij is natuurlijk wel heel erg met vernieuwing bezig en innovatie en, uh, en, en um, milieu uh, prikkelen. Ook Nico Rosberg roert zich daarin. Uh, Rijden, vooral is hij heel fanatiek mee bezig op zijn eigen vlogs. Of in zijn eigen vlog moet ik zeggen. Uh, maar nu begint hij dus, uh, voor de mensen die het gemist hebben, zijn eigen Extreme E-team. Uh, dat is natuurlijk de nieuwe racecompetitie die in januari van start zal gaan van dezelfde oprichters van de Formule E-competitie. Ja. Nou, er was natuurlijk al bekend dat Lewis Hamilton daarin zou gaan stappen met zijn team X44. En uh, oh, Nico Rosberg zal daar ook aan gaan deelnemen onder de titel uh, R, -X R, oftewel Rosberg Extreme Racing. Nou, is het helaas wel zo dat Rosberg en Hamilton... Het niet echt heel graag gaan opnemen, ze zijn alleen teambaas. Ja, nou, dat is uh, de volgende fete. ze oefenen hier in, uh, in deze klasse over een paar jaar zien we ze in de Formule 1. Het is een beetje als de Fast the Furious films. Hè? Ze worden steeds ouder en zo langzaam ja. zeker zien we ze als rol shiften. Ik was wel heel blij dat de lippen van Nico Rosberg niet meer zo extreem zijn. <laughs> Extreme lip We hebben wel als doelstelling om het niet te veel over oppervlakkigheden te hebben in deze podcast, maar ik kon er niks aan doen. Ik zag de foto bij dit uh, persbericht vanochtend langskomen. Toen dacht ik, ja, gelukkig Nico, ziet er weer een beetje natuurlijk uit. Nou ja, ze, ze kunnen veel zeggen over Nico Rosberg, maar de lippen zijn allesbehalve oppervlakkig Marjolein. Nee, maar zij ziet er echt weer gewoon een beetje normaal, normaal oh, gelu uit. Gelukkig, gelukkig. Dus uh, daar was ik wel blij om. Geen, uh, geen gooise mee over een kleine ijdeltaart. Maar goed, dus Zemmeltje natuurlijk ook. Hè? Dus wat dat betreft. Uh... Hebben ze elkaar gevonden? Ja. ja. Zie jij Nico Rosberg nog een keer terugkomen in de Formule 1? Nee. Nee? Hm. Nee, Nico Rosberg is blij met zijn ene wereldtitel, ben ik bang. Uh, of, hm, ben, hm, niet ben hm, ik bang, hm, eigenlijk. Hm. Ben ik wel blij mee, om het zo dat maar is te zeggen. Nooit, nooit, hè? Volgend jaar hebben we Alonso er weer bij. Mi ja. Kimi Rijko net 41 geworden. Ja. Rosberg is een jonkie, hè? Kan er van alles. Ja, dat is waar. Dat heb je wel gelijk dus Zijn van. vlog is geen succes geworden, dus ja. Misschien, <laughs> misschien gaat hij daarom dit ook doen. Zo, zo we kunnen inderdaad, ja. Moet ik toch ik iets al... om handen hebben? Zou ik hem altijd ik vind dat hij dan alsnog terugkomt? Maar, le leuk, uh, nee, ik maak er allemaal grappen over. Maar het is natuurlijk gewoon leuk dat die gasten al uh, dingen ernaast doen. En ook goed dat ze met uh, elektrische, uh, uh, ja innovaties bezig ja, zijn om nou ja, wat het mooie dubbing. is van deze klasse vind ik wel en dat hebben we het in de vorige podcast ook weer over gehad ik vind het mooie van deze klas wel het is eigenlijk meer PR dan dat het echt een raceklasse is want het gaat ook voornamelijk om het om het, de show daaromheen hè. ze gaan ja. heel veel uh, er gaan zijn geen fans aanwezig bij de races want die vinden plaats op extreme plekken in de, in de, ja. de Sahara woestijn het is allemaal via ja, social het is allemaal via social en, het via social en, uh, en dus de, het gaat voornamelijk om de engagement eromheen dus de coureurs gaan uh, workshops geven en ze gaan uh, allerlei PR activiteiten doen om eigenlijk uh, klimaatverandering onderaan te brengen op verschillende plekken in ik de wereld heel Benieuwd, ik vind ja. het goed dat ze hier een lans voor breekt. Ja, dus uh, goed initiatief van de initiatiefnemers van de Formule e. wederom uh, elektrische initiatiefjes aan hun kant. Maar we moeten het natuurlijk eigenlijk hebben over maar één ding en dat is uh, vandaag uh, zonder dat we de tune opstarten. Silly season, wat mij betreft, er, uh, het, het gonst en het rommelt en en er gaat van alles rond in de paddock. En uh, het is spannend, hè? ik merk dat wij het er ook vaak gewoon over hebben tijdens het eten of s'avonds op de bank, van ja. Wie zou er nou waar naartoe gaan? Wat, wat zou jij nou denken? En je hebt, ja. een soort, je hebt een soort wensbeeld in je hoofd van wat je hoopt dat er gaat gebeuren in Formule 1 qua switch van teams. Er zijn ja. heel veel uh, nou, mogelijkheden nog. Zijn er zijn nog veel coureurs die zich nog niet heel lang hebben vastgelegd. Nee, klopt. Um, maar goed, je hebt een bepaald hoop, hoop en verwachtingen. Hoop en vrees. Ja. En je hebt uh, realiteit. Ja. En, uh, en commerciële belangen. <laughs> en, uh, en corona heb je ook nog. Ja, corona. Co en, uh, corona, ja. Ja, maar ja, ik en financiën en geld ja. en, en papa's. Papa's dus ook een hele. De papa-factor. Ja, ja, dat noemen wij ook wel de Stef Bosfactor. De ja. Stef Bosfactor, ja, ja, maar het is wel een. Uh... Ja, dus ja, we kunnen wel van alles willen, maar het zit er niet helemaal zo in. Maar doe even een rondje langs de vel. Uh, het, het is grappig dat jij dat zegt, want het is wel, het was vroeger was het al een politiek sport, maar het is alleen maar erger geworden. En jij zei laatst: uh, had jij het over het feit dat Zach Brown in de podcast van uh, Beyond the Grid al een heel verhaal had over. Een podcast. Zowel Ricciardo als, uh, als Daniel, uh, Daniel Ricciardo als uh, Lennon Norris. Ja. En het feit dat het eigenlijk qua marketing, hè, dus, dus het volgende gespeeld ja. erbij komt kijken, gewoon puur PR en marketing voor een coureur. Maar goed. Ja. Nee, we moeten natuurlijk vandaag beginnen met de uh, shocker of the day, alhoewel iedereen volgens mij het al lang en breed had zien aankomen. Romain Grosjean en Kevin Magnussen vertrekken beide aan het eind van het jaar bij Haas. Dat klopt. Geen verrassing, toch? Nee, ik zag, uh, <laughs> daar heb ik het weer over privéleven. Ik had alleen maar, <laughs> sorry, het is niet dat ik de hele dag op Instagram zit, maar Romain Grosjean, die zat wel heerlijk op vakantie weer met zijn vrouw, ergens in het zonnetje. Zat hij een beetje te modelbouwen dus, Nee, nee, maar misschien oh. dat hij dat straks wel fulltime kan gaan doen. Ik probeer alleen maar te zeggen dat hij lijkt wel van zijn leven te genieten. Alleen dat is dan vanaf volgend seizoen waarschijnlijk wel zonder de Formule 1. Zonder de Formule 1 inderdaad. Ik vermoed niet dat we, dat we Romain Grosjean gaan terugzien. Um, Romain Grosjean trapte vanochtend het nieuws af door op Facebook een bericht te publiceren dat hij aan het eind van de rit was gekomen met een mooie dramatische foto erbij van zijn Haas Formule 1 bolide die de ondergaande zon tegemoet race. Oh. Mooi gefotoshopt half uurtje later haalde hij hem weer offline. Want waarschijnlijk had hij per ongeluk op publish gedrukt in plaats van schedule. Um, want pas daarna volgde het officiële persbericht van Naas. Oh, echt? Ach, <laughs> dus arme Crochant. Ik vermoed dat hij een crash heeft gemaakt. Uh, kan ook want... nooit iets goed gaan. <laughs> Volgens Grosjean had Ericsson op de send-button gedrukt. Ja. Um, nee, goed. Um, <laughs> Ericsson hit it. Ericsson hit it. Um, goed, kort daarna volgde ook Kevin Magnussen. Uh, dus beide heren vertrekken. Nou, het is natuurlijk bij, bij Haas een hoop te doen. Uh, uh, zowel financieel als, uh, als sportief. Mm -hmm. uh, en op dit moment zijn eigenlijk de namen die genoemd worden daar als vervangers. En daar is natuurlijk iedereen nu een beetje op te wachten. En daarom zei ik ook al in de opening... voor hetzelfde geld zijn we al gewoon te laat met, uh, met deze roddels. En uh, uh, heeft de werkelijkheid ons ingehaald als we dadelijk de studio uitlopen. Maar op dit moment worden genoemd... Nikita Mazepin en Mick Schumacher als vervangers van Magnussen en Grosjean. Ik wou zeggen, die eerste, dat is natuurlijk de papa factor. De papa factor, sterfbos-factor. De sterfbos-factor. Ja. Maar die tweede is eigenlijk ook de papa factor. 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 Ja. We hebben één grote papa veld volgend jaar. Papa. Ja, ja maar het, het is wel. Kijk, Mazepin, dat is natuurlijk, die komt uit Rusland ja. en die heeft een vader die is schathemeltje rijk. Ja. Die is nog rij, la, rijker dan Lawrence Stroll en Latifi. Latifi, zijn vader bij elkaar. Oh. Volgens mij. Nou, als ik dan, het goed heb gelezen hoor. Dan heeft hij een behoorlijke zaak met geld. Ja, ja. Dus, dus die heeft echt uh, geld. De, hij was ook een tijdje in de running om Williams over te nemen. Ja. Dat speelde ook nog. En Bernie Ecclestone was daar ook bij betrokken. Uh, dat is allemaal niet doorgegaan. is um, dus niet. Ik was ze Bernie. Nou ja, maar goed, de Williams had natuurlijk ook meerdere opties om nou, weet, uitgebreid over gehad. Claire Williams heeft het zaakje overgedragen naar haar beste kunnen. En uh, nog steeds props daarvoor, want anders was het team zomaar misschien eens een keer verdwenen. verdwenen ja. uh, en nu heeft ze er dan ook wel voor gezorgd dat het nog even door kan gaan. Dus, dus dat heeft ze goed geregeld. Maar ze wilde het niet aan Massapen kwijt. Dus die loopt nog steeds te leuren eigenlijk om ergens voet aan de grond te krijgen. En vooral om zijn zoon, uh, die nu inderdaad Formule 2 rijdt, nog ergens een stoeltje te bezorgen. Ja. Nou, Haas zou daar dan toch een mooie gelegenheid en kans voor zijn. Um, ja, en Schumacher, dat is weer een beetje een ander verhaal. Ja, dat klopt. Want daar is weer het verhaal dat Ferrari natuurlijk uh, een rol daarin speelt. Ja. Um, Haas is een van de weinige teams die natuurlijk um, een soort van free agent is. Een soort van tussen het wal en het schip in zit. Ze kopen veel onderdelen in bij Ferrari. Uh, maar aan de andere kant hebben ze ook een heleboel onderdelen die ze weer elders inkopen. Ze hebben bijvoorbeeld een uh, heleboel onderdelen van Dallara, uh, Italiaanse chassisbouwer. Um, en als een soort van token van appreciation... als een soort van geste vanuit Ferrari... zou Ferrari de plan hebben gesmeed om Haas aan zich te binden... door Michael, Schum Michael Schumacher, Mick Schumacher aan te bieden... bij uh, Haas in plaats van bij Alfa Romeo. Ja, het is een beetje een stuivertje wisselen. Want um, iedereen had er natuurlijk... of laat ik het zo zeggen. De verwachting was een beetje dat Mick Schumacher... volgt seizoen naar Alfa Tauri zou gaan. Exact. En dan zou hij daar naast Kimi Räikkönen komen te zitten. Want Giovinazzi, leuke gast... Ik weet niet of je hem hebt gezien in dat filmpje op de Noordslijven in Duitsland, ja. naast Kimi Räikkönen. Alsof hij al maanden geen zon gezien had, zo bleek zag hij. Ja. Die moest uh, na afloop een nieuwe overal uh, aan, denk ik. Uh, <laughs> nee, de maar goed. Joe ja. bruin. Ja, die wordt natuurlijk gewoon afgereden door, door ja, onze veteraan in de sport. Ja. Um, dus ja, goed. En, en Giovinazzi is ook niet iemand die heel veel uh, geldt. Die heeft geen papafactor voor zover ik weet. nee. Dus, uh, maar wel ja, natuurlijk de Ferrari-factor. Wel ja. de Ferrari-factor, maar ja. goed, hij heeft nu wel echt een aantal seizoenen de kans gekregen. Dat gaat hem gewoon niet worden. Die gaat ook niet uh, doorschuiven naar Ferrari. Die hebben net Sainz uh, gecontracteerd daarvoor. Ja. Dus ja, dan moet je toch een beetje om je heen gaan kijken naar nieuw talent. Kimi Raikonen is op zich een goede om te houden, als hij wil, omdat hij natuurlijk wel de puntjes bij elkaar sprokkelt uh, als hij kan. Uh, en daarnaast uh, brengt hij een hoop kennis en ervaring mee, ook. Uh, op technisch vlak is het natuurlijk een goede coureur. Hij is niet zo spraakzaam, maar hij weet wel veel van auto's. Dus ik denk dat ze, er <laughs> toch, uh, dat ze hem er toch graag bijhouden om die ja. reden. Um, dus ja, de, 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 de geruchten gingen dat Mick Schumacher daarnaast zou komen te zitten. Die zou dan veel kunnen leren. Echter, echter. Uh, ja, Mick Schumacher... Tot op heden een beetje een laadbloeier. Komt een beetje laat op gang. Nu staat hij wel bovenaan in het Formule 2 kampioenschap. Maar mm -hmm. hij komt natuurlijk uit een hele sterke lichting. Ja. Daar hebben we er al een aantal van nu in de Formule 1 rondrijden. Norris en Albon en Russell en et Het zijn allemaal een beetje dezelfde leeftijd als, als Mick. Um, nou, daartussen is hij nooit echt boven komen drijven. Maar ja, nu natuurlijk wel. De spoeling is wat dunner in de Formule 1, de, de 2 op dit moment. Ja. Um, maar ja, zet je hem naast Kimi Räikkönen... In een Alfa Romeo, ja, dan loop je kans dat hij daar toch wel een beetje onder de druk bezwijkt. Mm -hmm. um, ja, misschien speelt dat ook mee, ik weet het niet. Ik, ik noem hem altijd een beetje Second Season Shumi. Uh, want hij moet het eigenlijk altijd een beetje van zijn tweede seizoen hebben in de sport. Daar uh, hebben het vorige keer in de podcast ook al over gehad. Hij heeft vaak dat hij het eerste seizoen moet wennen. Tweede seizoen dan komt vaak, de prestaties komen wel. Geldt eigenlijk voor zijn hele single-seatercarrière tot nu toe. Uh, dus dat zal ook in de Formule 1 zo zijn. Uh, en ik denk inderdaad, los van het feit dat hij wel de druk zou voelen van Kimi Rijkhoen. Dat hij onderhandschreef wel. Meer had kunnen leren van Kimi Räikkönen dan de situatie waarin hij bij Haas terecht zou komen. Dus ik weet niet of het voor de coureur Mick Schumacher het beste is. Maar ja, Haas is gewoon een heel interessant team. Ja, wat ik al zeg, ze zijn een beetje een free agent uh, ze, ze, tussen wal en schip, zou ik maar even zeggen. En dat maakt ze ook interessant. Kijk, Renault bijvoorbeeld, uh, naar aanleiding van de hele discussie rondom uh, motorleveranciers en, en, en satellietteams, uh, heeft natuurlijk Renault uh, zo'n conclusie wacht, Of via wij misen op dit moment dadelijk een ander team waar we onze motor aan kunnen leveren. Want ook McLaren stapt volgend jaar over naar. Mercedes. Uh, Mercedes. Ja. Wat betekent dat Renault feitelijk het enige team is nog... wat met Renault motoren rijdt. Um, dus qua doorontwikkeling en qua uh, data ophalen... zou het voor Renault heel prettig zijn... als zij TZT ook weer een satellietteam erbij kunnen halen. Ook al heten ze volgend jaar Alpine. Um, maar dat zou dan dus haast kunnen zijn. Want die hebben op dit moment wel een aantal onderdelen van Ferrari... maar zijn niet helemaal ingekort. Daar waar Sauber Alfa Romeo dat natuurlijk wel is. Dus ja, dat is natuurlijk vanuit uh, Ferrari de gedachtegang. Laten we dan zorgen dat we dan misschien niet qua... Qua uh, uh, materiaal, de, de hofleverancier gaan worden, want we kunnen ze niet te veel bieden als het gaat om windtunnels en andere uh, aanpalende dingen, want dat doen we al bij Sauber. Laten we dan uh, een stukje marketing naar ze geven in de vorm van Mick Schumacher, de papafactor, daar is hij weer. Ja. Uh, en, en zorgen dat ze in ieder geval een klinkende naam aan het team gebonden hebben, uh, die dan vanuit de Ferrari uh, Drivers Academy wordt opgeleind, uh, waardoor haastig ook zich wel een beetje uh, gewaardeerd voelt door Ferrari. Ja, het is voor Mick, denk ik, niet de beste oplossing om om middellijk te zijn. Ik, weet je, het is natuurlijk, uh, hij ontwijkt de druk van Kimi. Maar aan de andere kant, hij ontwijkt de druk van Kimi. Uh, nou, er is in elk geval, er, er wordt geschaakt. Uh, op meerdere borden. Ja, nee, met, met deze situatie. Want Mick zou natuurlijk gaan testen, afgelopen race, in een uh, Alfa Romeo. Dat ging niet door, uh, vanwege slecht weer. Um, grappig uh, detail is, um, bij uh, Charles Leclerc is precies het tegenovergestelde gebeurd. Die is ooit, um, heeft hij mogen testen in een Haas waarvan iedereen op dat moment dacht... oh, nou, dan zal die wel bij Haas gaan tekenen... en daar zijn entree in de Formule 1 uh, gaan maken. En uiteindelijk tekende die juist bij Alfa Romeo. Ja, bij Sabotum, uh, ja, ja. ja, het lijkt erop dat ze nu een beetje... precies hetzelfde spelletje... maar dan tegenovergesteld hebben gespeeld. Waarbij ze Mick inderdaad... Alfa Romeo een beetje in de picture hebben geschoven. En ja. nu, wat jij zegt inderdaad... eigenlijk via een onderhands deeltje. Uh, toch aan Haas verkopen in de hoop dat ja, Haas weer ja, kan groeien, ja. uh, bepaalde kant op kan gaan en en Mick in de Luwte eigenlijk nog even kan rijpen. Ja, nou ja, goed, Er zijn uh, ontwikkelingen gaande. Uh, ik verwacht eigenlijk wel dat we dit weekend al wat meer gaan horen. Volgens Goedens, Steiner zijn ze met een aantal uh, bekende uh, coureurs in gesprek uh, en de afweging daarbij is, zoals Goedens dat zo mooi kan zeggen, uh, zowel de financiële kant als de sportieve kant. Dus ja, het is nog heel even afwachten. Hij heeft Voor... het niet over de Steffenbos kant. nee, de Steffenboskant, ja. ja, maar goed, de financiële kant is ook een beetje de loskant hè? Ja. Schrik dat hij daar niet over heeft. Ik noem de financiële kant de oom dagobert kant. Dat geldt ook een <laughs> beetje. Het valt kant ook om oom Dimitri zijn, hè? Um, Maar goed, um, voor, voor Grosjean en Een rest natuurlijk een, een toekomst buiten de Formule 1. Lijkt het wel zo'n beetje als je kijkt naar de bezettingen van de stoeltjes in de sport. Uh, Grosjean had het al heel even over net. Uh, ik zei al voor de grap uh, lekker thuis een modelbouwer, uh, autootjes modelbouwen. Uh, of denk jij uh, andere sporten? IndyCar was geen optie voor hem, uh, zei hij laatst nog. Nee, dat past ook niet zo bij hem. Van uh, Magnussen wordt wel al een tijdje gehind dat hij naar Amerika zou gaan. Toevallig ging het daar ook heel kort even over in dat interview met uh, Zack Brown. Met mm -hmm. uh, leider natuurlijk ook een IndyCar-team. Uh, ja. uh, maar daar was nog geen contact gelegd. Oké. Okay. Dus. Uh, ja, ja, kijk, Magnussen zelf heeft in, in april, al voordat het seizoen lang en breed begon, al een keer in een interview geroepen dat Amerika wel voor hem longte. Dat vond hij wel een interessante afweging. Ericsson zit daar natuurlijk ook. Ja, ja dat is natuurlijk al zweet. Dus dan heb je een soort van. Uh, Noord Noordic Continent nou, battle. Get, get ja. the team back together. Ja, precies. Je <laughs> kan het heel goed met elkaar vinden. Dat is toch leuk? Get the, band to get the band back together. Ja, inderdaad. precies. Uh, voor Grosjean, ja, je, daar zegt, fans zeggen Formule E. Uh, wat ik Grosjean niet zo snel aan zou willen doen. Uh, <laughs> andere mensen zeggen uh, Endurance. Hè, dus WEC met Peugeot onder andere. Volgend jaar op Le Mans is er een hypercar klasse. Peugeot is 17 in ontwikkeling. Het zou kunnen zijn dat hij met Peugeot daar natuurlijk een, uh, wat avonturen gaat ondernemen in het Endurance gebied. Zou het er ook leuk zijn voor hem? Hartstikke leuk. Ik uh, hoop wel dat al die klasses doorgaan. Automotive is natuurlijk wel een branche die op dit moment verschrikkelijk onder druk staat. Ja. Door, de, door de crisis die nu uh, op dit moment ontstaat. Dus uh, ja, ook. Enerzijds kun je zeggen: hè, de transitie naar elektrisch uh, is mega belangrijk. Is de grootste ontwikkeling van de komende jaren. Aan de andere kant twijfel ik ook wel alsof een Formule E over twee, drie jaar nog bestaat. Als de fans niet komen mm -hmm. en het levert secenten niet op, dan uh, worden de dingen geschrapt. Dat gaat al op. Ja, hoe dan ook gebeuren. Uh, dus ja, laten we hopen dat ze allebei. Uh ergst recht kunnen. Ja, dat is voor onze andere podcast FA Battery Alert. <laughs> uh, <laughs> we moeten snel door, want er zijn nog echt talloze andere wilde geruchten tijdens dit silly season. Um, ik wilde de opvallendste even met je doornemen. Uh, ik zie dat we er al een aantal hebben. Lekker maar stiekem al samengevat. Uh, een van de, de geruchten die deze week voorbij kwam was Gasly naar Renault. Ja, heb je voor het eerst gehoord in de Formule 1 Spoiler Alert podcast? Ik moet zeggen, De F1 Spoiler Alert. You heard it here first. Nee, nou ja, ik, ik heb dit gevoel al. Uh... Nee, is niet waar. We hebben ja, niet als, voor. Jij tipen. zegt het al. Nee, maar we, ja, we, we hebben dit. Uh, ik heb dit gevoel al een tijdje. Maar dat komt omdat ik uh, bij Renault inderdaad heel erg de indruk heb. <laughs> ik heb zelfs Macron er wel eens bijgesleept. Maar dat ze gewoon. Kan die ook formule 1 rijden dan? Uh, nou, die heeft, dit bent hele andere dingen in zijn hoofd. Maar. Um... <laughs> Ja, de, Renault is natuurlijk wel op een missie om uh, Frans eerherstel uh, toe te passen. En als er iemand dit jaar Frans eerherstel heeft gepleegd, dan is het uh, Pierre Gasly met zijn prachtige overwinning. Uh, afgelopen Grand Prix viel op dat hij de felicitaties had voor uh, Ricciardo. Ja, en de tatoeage van de boel. Uh, ja. ja, en het team van uh, Renault. Terwijl we allemaal weten dat uh, ja, goed, de verstandhouding in het verleden tussen Renault en Red Bull... Yeah. mensen niet zo heel yeah. erg goed was. Maar ja, nou, niet heel sociaal. Nee, nee. en dan vind ik toch wel... Ja, tuurlijk, Pierre Gasly is ook Frans. Ja, het linkje is snel gelegd. Ocon, die presteert echt voor geen meter, vind ik persoonlijk. Mm -hmm. um, ik lees wel in alle geruchten ook terug... dat Ocon nog steeds ergens op het lijstje van Toto Wolf staat... Als ja, een van de talent-drivers. Hij is, on, als ik het uh, Toto Wolf nou goed begrijp. En ik heb de, de Formule 1-podcast van Beyond Grid nog niet helemaal afgeluisterd. Maar als ik het nou goed begreep. En ik moet er nog even induiken. Is het zo dat Ocon niet meer gemanaged wordt door Toto Wolf. Maar nog wel onderdeel is van de Mercedes-talentpool. Zo laat hij het wel overkomen, althans. Hij heeft het in alle geruchten heeft, heeft hij het over uh, onze talenten, Ocon en Russell. Ja, maar om heel eerlijk te zijn. Alles wat Toto Wolf zegt, ik vind het echt een vreselijk vriendelijke vent hoor. Maar alles wat hij zegt, geloof ik gewoon niet. Dat, dat, hij, hij heeft Ocon een seizoen lang aan het lijntje gehouden. Die jongen die stond elke week daar in de pitbox. Om Bottas een beetje de stuip, stuip op het lijf te jagen. Nou, Bottas die lag zich, zich krom dit seizoen. Ja. Want die ziet natuurlijk dat Ocon er gewoon elke race wordt afgereden door Ricciardo. Mm -hmm. Hij is niet één keer hoger gekwalificeerd, toch? Nee. En is hij hoger gefinisht? Volgens mij alleen door. Behalve door van alleen van door uitvalbeurt ja. van Ricciardo. Ja. Uh, dat is gewoon, ja, dat is de slechtste score die je kunt hebben. Onder wel, het strepen, ja. Onderaan, ja. Wat wel opvallend is, is ook de naam van. Uh, van uh, Russell in dit gesprek. Want we hebben het over Mercedes-talenten. Uh, diezelfde George Russell. Die heeft dan weer een probleem bij Williams, want daar wordt Sergio Perez genoemd. Jij zei net zelf al even dat de Rilton Capital Group het natuurlijk overgenomen heeft aan van Claire Williams. Ja, die zijn natuurlijk druk bezig om te zorgen dat ze de boekjes weer in de zwarte dan wel groene cijfers krijgen voor Williams. Um, en dus wordt daar op dit moment Sergio Perez genoemd als een van de mogelijke coureurs. Wat dan opvalt niet voor Latifi, maar voor George Russell, die vanuit Mercedes natuurlijk gestuurd is. Ja, maar dit begrijp ik dan niet, hè? Um, kijk, George Russell, ik vind... Uh, je kunt een paar dingen van zeggen. Je, je hebt al die jonge coureurs. We hadden het net ook al even over. De, de Twitch uh, pack of hoe de, noem je ze? Ja, de, de Twitch, team, ja. Twitch team. Twitch team, ja. Twitch pack. Ja, de social uh, support. Ja. ja. Uh, nou, al die jonge gasten. Wat je ervan kan zeggen. Ze krijgen allemaal een jaartje om te acclimatiseren in de Formule 1. Daarna moeten ze wel gaan leveren. Uh, Zack Brown zei dit laatst over Lando Norris. Uh, hij zegt, nou, eerste jaar mag je een beetje rondkijken, mag je fouten maken. Wat ik fijn vind aan Lando Norris is dat hij dat eigenlijk nooit heeft gedaan. De typical rookie mistakes, daar kun je Lando Norris niet op betrappen. Hij is eigenlijk gelijk, uh, ja, uh, hij, hij weet zich uit de problemen te houden. Dus dat is sterk, dat is een goede asset. Hetzelfde kun je zeggen over George Russell in het eerste seizoen. Gewoon volwassen gereden. Uh, volgens mij heeft hij elke race gefinished behalve één. Hij heeft mm -hmm. één DNF gehad vorig, ja. vorig seizoen. Um, dus de, hartstikke goed. Dit seizoen zie je hem inderdaad wat meer risico nemen. Gelukkig ja. is de auto, werkt ook een beetje mee. De kwalificatie Ik kan hij af en toe uh, Q2 halen. Dus uh, ja, je ziet hem wat meer risico nemen. Daardoor zie je hem... Ik vind dat het bij Lando Norris dit seizoen beter uit de verf komt. Je zit natuurlijk ook in een betere auto. Maar het komt bij Lando Norris beter uit de verf dan bij... George Russell. George Russell is dit jaar helaas ook wel vaak de dupe. Uh, ik moet aan die herstart denken daar in Italië. Mottello, ja. ja. Ja, waar hij dan uh, eigenlijk uh, zijn punten verspeelt doordat hij gewoon met te veel wheelspin uh, herstart. Ja. Ja, een beetje stomme foutjes, terwijl het wel echt een mega talent is. Hè? Dit is de jongen die uh, Lando Norris, Albon, uh, al die gasten gewoon naar huis reed. Ja. Ze keken, ze keken op naar hem inderdaad. Ja, ze keken ja, op ja, ja. naar hem. Hij was echt Charles Leclerc. Iedereen keek op naar George Russell. Omdat hij eigenlijk de meest getalenteerde uh, jonge rijder was. In, in de junior league, zeg maar. Um, dus ja, mijn verwachtingen van hem zijn wel hoog. Dit seizoen ja, komt het misschien nog niet helemaal lekker uit de verf. Maar om hem nou gelijk af te schrijven. Uh, ja, dat is voor mij een déjà vu. Want waar we dat eerder gezien ook kon. Jaarlang aan de kant gezeten en daarvoor Werline Was ook zo'n verhaal. En dan even weer Toto Wolf erbij trekken. Het is altijd: ja, maar het is een groot talent. En we hebben een plekje voor hem. En komt allemaal goed. Werline nooit meer teruggezien. Ocon, <laughs> uiteindelijk naar Renault gegaan, is daar gewoon nu aan het floppen, wat mij betreft. En kun je ook gewoon afschrijven. Ja, ik zou het heel erg vinden als dat met George Russell. Ook gebeurt. ja het verhaal is natuurlijk uh, George Russell is onderdeel van de Mercedes uh, uh, driver program. Uh, is daar vanuit daaruit heeft hij een contract bij Williams hij heeft een contract tot en met 2023 dus hij zou gewoon nog uh, uh, volgens mij uh, nu nog nee tot ja tot 2023. dus met, met 20, 2022 erbij excuus dus hij heeft nu voor twee jaar nog een contract bij Williams hij heeft vandaag ook in de persconferentie gezegd jongens ik maak me geen zorgen ik heb een geldig contract bij Williams nou goed hoe geldig een geldig contract is kan Sergio Perez hem alles over vertellen want elke contract zal wel zo zijn mitsje en zijn maartje hebben, ga ik vanuit. Um, dus ja, het is natuurlijk wel heel erg vreemd. Uh, los daarvan schijnt het wel zo te zijn, en dat is ook weer de geruchtenmachine die dan uh, rondom uh, de paddock rondbarst, is, is dat Russel intussen al wel contact zou hebben gezocht met een aantal teams om toch te kijken, even het badwater te polsen, waar kan ik eventueel terecht, mocht ik toch inderdaad uh, de dupe worden van de situatie Perez-Williams. Slim. Uh, ja, nou is natuurlijk wel een beetje lastig, want uh, Haas heeft een band met Ferrari. hadden we het net al heel even over. Daar zijn nu twee stoeltjes vrij, maar goed, daar, daar hadden we net al een beetje de invuloefening voor gedaan. Um, bij Mercedes zullen ze niet staan te springen om George Russell uh, af te staan aan Red Bull, dan wel Toro Rosso, uh, slash AlphaTauri. Waar natuurlijk in principe uh, Kvyat of, uh, of Albon uh, op de Wipstoel zitten. Waarbij natuurlijk bij AlphaTauri ook al Tsunoda wordt genoemd als, uh, als mogelijke step-up vanuit de ja, 2. Ja, dat, dat is volgens mij allemaal al rond. Dus dan is het, is het natuurlijk. Slim pickings voor George Russell ook. Uh, ja. En dan de rest, hem dadelijk een scenario. Precies, jij zegt alle ook. Wat ik echt insane zou vinden vanuit het sportief aspect. Want weet je, de, deze The Rilton uh, uh, Capital Group is natuurlijk binnengekomen en heeft geroepen. Nou, wat er ook gebeurt, wij behartigen de sportieve belangen naast de financiële belangen. Nou, als dan de eerste keuzes die je maakt, is: we willen naast Latifi de zak met geld nog een zak met geld. Uh, en we laten de sportieve belangen even varen voor nu, want we laten een, een, een potentieel talent gewoon verkwisten. It is, it is, yeah. Het it is, ja. Is... Vooropgesteld: het is niet Williams' verantwoordelijkheid, hè? want hij is onderdeel van een ander team. Hij is alleen uitgeleend. Uh, ja, eens. Maar sportief bezien heb je toch ook goals. En wat ik dus niet begrijp, is dat je... Kijk, ik snap wel dat ze Perez willen hebben. En Perez wil natuurlijk ook graag in de Formule 1 blijven rijden. En die brek... wat brengt hij mee? 20 miljoen of zo? Ja, 20 of 30 miljoen. Ja, ja, waarvan, ja, waarvan 5 miljoen zijn eigen salaris is. En 15 miljoen gaat in de, in de pot van in, de team. In de teampot, ja. Ja. Uh, en Latifi, geen idee wat hij meebrengt. Dat zal Een hoop koffie. Ja. ja, dat zal ongetwijfeld <laughs> <laughs> Yes. Dat zal ongetwijfeld nog wat meer zijn. Uh, maar goed, als je Perez binnenhaalt voor het geld. En toch ook een beetje voor zijn ervaring en zijn rijderskwaliteiten. Dan kun je het volgens mij prima veroorloven om te investeren in talent en uh, resultaat. Ja. Onderaan de streep is George Russell degene die ze naar Q2 rijdt. En niet Latifi. Nee, klopt. Dus waar zitten potentieel de punten? En de punten leveren ook geld op. Die zitten bij George Russell. Dus ja, is... wat mij betreft, Latifi eruit. Russell erin en Perez daarnaast, Goed ja. team. Ja, dan heb je volgens mij een sportief gezien. Een dan ben je, je op de weg omhoog. Ja, volgens mij ook inderdaad. Volgens, dus, mij ben je dan, uh, volgens mij ben je dan ook weer aan het bouwen... in plaats van dat je dan het, uh, alleen maar financieel aan het bouwen bent. Uh, het is ook zo'n gedoe, joh, met al die Canadese coureurs. En je moet allemaal zo ver <laughs> vliegen en dan krijgen ze corona. Dat is allemaal niet handig, joh. Dat is allemaal niet handig. Hey, we hebben nog twee, uh, nog twee silly season uh, uh, updates die we mee moeten nemen. Alle twee gerelateerd aan uh, onze favoriete energy drink uh, uh, sponsor. Rich Energy je moet het even over hebben. Ah, komen ze terug? Rich Energy. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ah, ik dacht dat jij een scoop had. Leuk, hè? Dan een, in een podcast over Haas, dan nog even Rich Energy aanstippen. Oh, zo lekker ontoppik zijn we vandaag. Nee, we moeten natuurlijk even hebben over Red Bull. Um, meest gehoorde uh, roddel van de afgelopen twee weken is uh, onze vriend Nico Hul Hulkenberg. Uh, dat hij toch inderdaad echt wel in de picture is bij Red Bull. Als vervanger van uh, ene uh, Alexander Albon. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, wist jij mij te vertellen, uh, dat vond ik wel een interessant uh, gegeven. Dat is de, we hebben het vaak gehad over het feit dat Red Bull zo lief met Albon omgaat de laatste tijd. Dat ze misschien wel geleerd zouden hebben van hun situatie. En jij kwam ineens met een andere theorie op de proppen dacht ik, dat is ook een interessante. Nou, ik moet het goed zeggen. Er is van de week een leuk stuk gepubliceerd op GP Fans. Nee, Race Fans. Race Fans, ja. sorry. Race Fans wil net. Um, en dat ging hier ook over. En wat zij terecht aanhaalden, dat is dat Red Bull, dat drankje, is gebaseerd op een recept. En dat recept komt oorspronkelijk uit Thailand. En het schijnt nog steeds gelicenseerd te zijn aan Red Bull. Aan ah, Matasic, ja. Ja, dus er is een Thaise connectie tussen Red Bull en De, ja, de, de familie Boel uit uh, Thailand ja, oh, die is uh, niet. Ja, nou, goed. Ik vond het een beetje far-fetched. Uh, maar ja, goed. Het geeft wel aan, en dat vond ik wel goed aan dat artikel. Het geeft aan dat er op de achtergrond allerlei belangen en dingetjes meespelen waar wij niet meteen aan denken als wij naar de sport kijken. Wij zien natuurlijk Albon op dit moment heel erg worstelen. En ik heb zelf, zelf inderdaad het gevoel... zet die jongen terug naar Toro Rosso... en laat hem daar nog een extra jaartje rijpen. Kijk, het zijn niet allemaal Max Verstappen en Charles Leclerc in uh, deze sport. Je hebt er een aantal, die pakken het gewoon meteen goed op. Charles Leclerc heeft, ondanks dat Ferrari but is... gewoon prima seizoen, haalt echt een maximale uit... Uh, wat hij heeft. En hetzelfde ja. kun je voor Max Verstappen ook zeggen. Ze hebben allebei geen goede auto. Uh, maar ze rijden wel podia. Dus dat is gewoon knap. Uh, maar ja, dat, al die andere jongens die maken dat nog niet helemaal waar. Ja. Uh, Lando Norris kun je trouwens ook hetzelfde over zeggen. Die komt daar wel bovendrijven. Maar ja, Albon. Uh, Gasly had vorig jaar hetzelfde probleem. Er zijn er gewoon een paar, die hebben meer tijd nodig om, uh, om te rijpen. Geef je ze die kans? Nou, Dan moet je Albon terugzetten naar, naar to uh, Alfa, uh, Alfa Romeo. Ja, Alfa, ah. ja. Alfa Romeo, ja. Gewoon helemaal terug. Jongens. Ja, het is wat Al die Alfa's en zo, het, het wordt er niet makkelijker op. Ja, hey. maar zet, zet hem terug. Uh, maar wat ik net al zei, Tsunoda, volgens mij is dat verhaal zo goed als rond. Exact. Uh, die is gespot in Italië, bij, uh, in het dorpje bij de uh, fabriek. Ja, in Fianza. Ja, ja dus uh, nou, ga er maar vanuit. Uh, Helmut Marco heeft in een interview ook al gezegd dat die, uh, dat, dat voor uh, Alfa Tauri de meest logische next step is. Dus ja, ik ga ervan uit dat dat uh, wel bekend wordt gemaakt. Je moet natuurlijk ook doorselecteren. Je kunt niet altijd met, uh, met zelfs blijven rijden. Nee. Uh, maar wie gaat er dan uit daar? Dat is even de grote vraag. Het puzzeltje zou allemaal gaan passen. Als, zoals we net al zeiden, Gasly inderdaad doorschuift naar Renault. Dat zou ook een soort uh, ja, toenaderingspoging, een soort liefdesbriefje kunnen zijn tussen uh, Red Bull en, en Renault. Mocht Red Bull natuurlijk ooit weer die Renault-motor nodig gaan hebben. Ja, dan is dit ook een mooie uitruil. Hè? Dat je zegt: van uh, jullie krijgen Gasly, en krijgen wij weer die motor. En... Het een beetje voort op het feit dat de gedachtgang is dat ooit Carlos Sainz ook zo is aangeboden. Ja, omdat, klopt. Uh, de Red Bull van het contract af wilde van ja. Renault bij Toro Rosso al op dat moment. Ja, nou, je, weet, ja, je ja. weet nooit hoe de koe naast vangen. En in dit, nou, al een puzzeltje rond te maken, zou Gasly dus naar uh, Renault gaan. Die komt daarna, en dan samen naast uh, Alonso te rijden. Ook kon zou de sport verlaten. Um, dan hebben we bij Alfa Tauri, hebben we Tsunoda zitten en Albon, mm -hmm. die terug wordt gezet. Fiat uh, gaat ook uit de sport, die zien we niet meer terug, ben ik bang. Uh, en dan heb je bij Red Bull plek uh, voor Max Verstappen en daarnaast zou je uh, uh, Nico, Nico Hulkenberg Nico natuurlijk ja, kunnen zetten. Super, super sub Nico Hulkenberg. En dan is de vraag, dan hoor ik allemaal luisteraars zuchten en steunen. Nico Hulkenberg, die werd afgereden door Ricciardo, je had Ricciardo moeten houden. En denk ik, ja. Helemaal met je eens. Sowieso waar. Ja. Sowieso waar. Uh, het is niet voor niks dat Ricciardo bij McLaren heeft getekend. Wat jij al aanhaalde in de podcast uh, Beyond the Grid met Zack Brown. Uh, gaat hij daar even wat dieper op in? Hoe komt het nou dat uh, Sainz naar Ferrari vertrok. En Ricciardo echt letterlijk dezelfde dag uh, bij McLaren onder de pannen was? Hij zegt dat was een mooi verhaal. Um, wij, ik wilde al heel lang Ricciardo hebben. Die stond bovenaan mijn wensenlijstje. Waarom? Het is een agressieve rijder. Uh, het is een goede rijder. Hij uh, pakt zijn punten. Je weet zeker, als Ricciardo achter je zit, um, ja, dan, moet je, dan moet je in je spiegels kijken. Ja, want gaat, dan gaat de adrenaline ja, Dan komt er eentje aan. Dus, uh, en daar ben ik mee eens. Het is dus gewoon een van de betere coureurs op de, op de Crit. Um, en daarnaast zei hij: Ja, Ricciardo is gewoon een goede media personality. En uh, daarnaast heeft hij een heel verhaal over McLaren en hoe zij de marketing doen en hoe zij bijvoorbeeld geen titelsponsor hebben. Uh, bij McLaren, dus uh, cm.com, uh, zandvoortsqw. Zul je bij McLaren <laughs> niet zo heel snel zien. Uh, Zach Brown zegt: uh, We zijn gewoon McLaren, maar we hebben wel een heleboel kleine sponsoren. En met die sponsoren maken we allemaal content. En leuke filmpjes en interviews en leuke dingen. Nou, Ricciardo past gewoon in die formule. Je hebt Lando Norris, een native-Engelsman. Uh, Engels, uh, en een jonge gast. Je hebt Ricciardo, die is wat ouder. Hij heeft nu een huis gekocht in Californië. Dus hij heeft ook een beetje die, uh, die link met de Amerikaanse markt. Hij is Australisch, dus. Ja, dat is gewoon een merk. En Jorczak Brown, gewoon in zijn hoofd de optelsel maken. Die wil ik hebben. Ja. Ricciardo heeft ze zelf benaderd. Die was niet happy bij Geno, Nou, hè? Verrassend, <laughs> verrassend. Ondanks dat salaris. Maar goed, de salaris had hij natuurlijk al binnengehaakt. Dan hoef je er niet meer te blijven. Quelse surprise, ja. ja, dan hoef je er niet te blijven voor de sportieve prestaties of de gezelligheid. Dus die heeft Zac Brown benaderd. Die heeft gezegd, jop, jop. En toen heeft Zack Brown gezegd, nou wacht maar even, zo gauw er iets uh, vrijkomt, dan uh, weet ik je te vinden. En toen kwam uh, Sainz natuurlijk uh, met ja. zijn aanbod van uh, Ferrari de proppen. Nou, het was het deal gewoon heel snel rond. Dus ik was zo dat McLaren ook in 2018, toen uh, Ricciardo weg wilde bij Red Bull. Uh, toen ook al met Ricciardo lang in onderhandeling is geweest. Hè? Dat was ja. een gerucht. Klopt heeft dat ook al vaker natuurlijk bevestigd, dat ze toen ook al veel met in gesprek zijn geweest. Die liefde was er eigenlijk altijd ja. al. Um, maar goed, dan... dan hè, de, de... McLaren had Sainz tegen kunnen houden. Ze hadden nog een contract. Maar Zack Brown zegt eigenlijk hetzelfde als wat Christine Horner ook vaak zegt. Het heeft geen enkele zin om een kreur tegen te houden als hij weg wil. Nee. Dan moet je gewoon beter meewerken aan de over. Hij zegt, nou, dit was een win-win situatie voor alle partijen, want iedereen was blij met de einduitslag. Nou, hoor je maar weer hoe dit soort dingen soms tot stand komen. Dan heb, je, dan heb je dus inderdaad Ricciardo die dan bij, bij Renault vertrekt. Maar die kwam in zijn eerste seizoen dus natuurlijk daar tegenover Nico Hulkenberg. Eigenlijk de man die we nu dan zien als vervanger naast Verstappen. Nou, de, de, de aanleiding voor dit... Voor dit rondje wat we nu maken is eigenlijk, uh, Max Verstappen zijn uh, moeilijke relatie met teamgenoten. Of eigenlijk niet zo heel erg moeilijk, want de meeste teamgenoten hebben het gewoon heel moeilijk met Max Verstappen. Om het zo maar even te zeggen. Um, in, een, in het verleden Carlos Sainz hebben we gezien. Uh, nu hebben we Daniel Ricciardo, kunnen we daaraan toevoegen. Uh, Pierre Gasly vorig jaar en, en eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar ook Alexander Albon. Nou, dus de vraag is inderdaad, wat jij zelf op de, zet daar Nico Hulkenberg bij. Volgens mij had Nico Hulkenberg het met tijd en weilen toch best lastig tegenover Daniel Ricciardo. Ja, dus, eens. weet je, zijn we dan ja. beter af? Nou ja, goed, eens. Uh, uh, Ricciardo is de betere van de twee, dat durf ik wel te zeggen. Aan de andere kant, ik heb even het lijstje erbij gepakt van uh, 2019. Hulkenberg Ricciardo samen bij Renault. Uh, in het kampioenschap werd Hulkenberg 14e, Ricciardo 9e. Uh, beste race resultaat van Hulkenberg was vijfde plek, en uh, Ricciardo vierde plek. Aantal punten is 37 om 54. Uh, maar de average finish position, dus de gemiddelde plek waarop ze vorig jaar finishten... En ja. keep in er nou was echt niet goed. want Hulkenberg <laughs> was 10,35, Ricciardo 9,40. De average grid pers, uh, position is ja. iets in het voordeel van Hulkenberg. want die finishte uh, op 10,4. Waar Ricciardo uh, star, uh, starten ja, start, uh, ja. 10,6. Ja. Dus qua uh, kwalific kwalificatie ontliep ze elkaar niet zo heel, dus heel veel. veel. Nee. Uh, ja, dus ja, goed. Ja, de kwalificatie heeft uh, uiteindelijk heeft uh, Ricciardo wel gewonnen. Maar als Hulkenberg dus beter kwalificeerde dan Ricciardo, was dat ook fors beter. Dat is eigenlijk onhandsted de conclusie. Als je ja. dat dus de gemiddelde optelsom zo zou maken, als je de statistieken erbij pakt. Ja, maar het is, het is een lastige. Alleen, het is niet zo zoals wat we nu bij. Uh, nou, bij, bij Williams is het gewoon altijd Russell die beter is dan Latifi in de ja. kwalificatie. Altijd. Dus uh, hoeveel races zijn er nu gereden? Twaalf? Uh, ja. Twaalf ja. tegen nul. Ja. Uh, Kimi Räikkönen is altijd sneller dan Giovinazzi. Twaalf tegen nul. Ja. Dus er bij, zijn... Bijna altijd, ja precies. Giovinazzi, mij... Giovinazzi heeft ook al je punten gehaald. Dus... Dat dien, volgens mij is hij ook nu de laatste geveer netjes sneller dan. Ja, maar ik heb het over kwalificaties. Die... Oh, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar dus, er zijn teams waar het verschil tussen de twee uh, coureurs echt heel groot is. Versta verstappen Albon. Uhm, verstappen Albon. Ja, ik bedoel, ja die ja. zijn ook. Uh, nou weet ik niet of Hulkenberg het Verstappen heel erg moeilijk kan maken. Uh, keep in mind dat je gewoon echt met een uitzonderlijk uh, goede coureur te maken hebt. Ja. Uh, waarbij Red Bull ook nog eens de auto eigenlijk compleet naar zijn wensen en rijstijl bouwt. Dus krijgt Hulkenberg het moeilijk? Ja, aan de andere kant meer ervaring. Uh, hij heeft de afgelopen paar races ook wel laten zien dat hij echt een coole kikker is. Want gewoon <laughs> van de koffietent in die auto stappen, wegrijden en, eindigen, ja. uh, nee, en je ding doen. En je niet enerzijds, ja vorig jaar Hockheim, weet je wel, die podiumplek. Verspeelt hij nou omdat ja. hij daar toch ook te zenuwachtig is? Ja, maar is. luister, ik zie toch. Ik, ik, iedereen die daar een refereert, zeg ik altijd: Joh, Lewis Hamilton reed daar bijna tegen de pitmuur op. Ja, precies. En, en Sebastian Vettel parkeerde hem een jaar daarvoor, was het ook Hockenheim. Leclerc, die zette hem wel achter ook de Achter ja. de robbelde zo. De Gritten, het daarin. Weet je nog, dat die in de leiding reed ja, van de ja. Iedereen dus, ging daar mis. Nee, maar de, de, ja, de daar grootste daar, door, de aarde gingen en, daar mis. Iedereen, ja. kan daar, iedereen maakt ja. fouten en iedereen maakt soms stomme beslissingen. En, en Hulkenberg had daar gewoon de per op dat moment dat hij, hè, hij heeft gewoon die eeuwige vloed nog over zich heen. Wat ik wel interessant vind is dat Helmut Marko eigenlijk heeft gezegd: We zoeken een coureur die binnen drie tienden van Max Verstappen kan rijden. Uh, Alexander Albon kan dat op zijn goede dagen. Uh, Nico Hulkenberg kan dat ook. Dus daarmee kwalificeert hij zich eigenlijk in de league van Max Verstappen, om het zo maar even te zeggen. Uh, als eh, mogelijke teamgenoot van Max Verstappen. Het zou dus... wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. Ik, ik, het, denk, uh, ik, denk ik hoop het, maar... Het andere wat mensen zeggen is Sergio Perez naar Red Bull. En uh, daarvan, als ik dan de afweging moet maken, en dat, volgens mij las ik dat ergens ook in, uh, online, ergens deze week, is met Nico Hulkenberg weet je dat je op zaterdag een betere coureur hebt, want die zal waarschijnlijk uh, wat meer stabiliteit brengen in de kwalificatie. Uh, we zien ook dit jaar bij Sergio Perez dat hij in de kwalificatie vaak minder goed presteert dan Lance Stroll. Uh, maar in de races, weet je, uh, Perez staat gewoon op dit moment hartstikke goed in het kampioenschap en rijdt gewoon de afgelopen races hartstikke prima. Uh, en op zondag is het gewoon meer de agressieve racer. Dus wil je wat meer balans brengen in je team, op de zaterdag, ja, dan heb je aan Hulkenberg een goeie. Wil je echt een, een tijger naast magststap hebben op zondag, ja, dan heb je aan Perez een goeie. Ik denk, over het algemeen genomen, dat Red Bull er helemaal niet verkeerd mee zou doen om Nico Hulkenberg er neer te zetten. Maar goed, mocht George Russell vrijkomen, hou ik me aanbevolen. George Russell? Liever dan uh, Hulkenberg. Ik hou me aanbevolen als hij vrijkomt, inderdaad. Hmm. Dus speaking of Max Verstappen, dan als allerlaatste de man die het einde kan maken aan alle dromen van onze Nederlandse fans die Max Verstappen graag bij Mercedes zouden willen zien rijden naast Lewis Hamilton. Toto Wolff heeft nogmaals bevestigd dat dat heel onwaarschijnlijk is. Je moet Toto Wolff niet geloven mensen. Precies. <laughs> die klets maar wat. Het is een beetje, Toto Wolf, is een beetje Denk de... Denk aan Ocom. <laughs> We zagen hem nooit meer terug bij Mercedes. <laughs> De situatie van, uh, van Max Verstappen biedt daar op dit moment geen uh, kansen voor, zegt Toto Wolf in de podcast Beyond the Grid met de Formule 1 zelf. Hij is verbonden aan Red Bull en ik respecteer zijn loyaliteit enorm. Uh, Toto Wolf zegt verder dat hij uh, denkt dat het heel belangrijk is voor Red Bull om Max daar te hebben. Dat denk ik overigens ook. Uh, hij is natuurlijk een veelbesproken <laughs> <ja. Yo. laughs> <laughs> veel samenwerking. En uh, ja, Red Bull heeft inderdaad op een jonge leeftijd al in hem uh, geïnvesteerd. De uh, tijd bij Toro Rosso uh, als voorbeeld noemde. Hij zegt de situatie is zoals die nu is. Die is goed voor hem en die is goed voor ons. Want, zegt hij nog maar eens een keer, Valtteri doet het goed bij ons en Lewis doet het goed bij ons. En dan vind ik een mooie, mooie lijn. Hij zegt een quote, ze zitten beide op de piek van hun prestaties. Als ik Valtteri Bottas was, zou ik daarvan balen dat zou horen. Dat, ik, dat de, de baas vindt dat ik nu al op mijn best ben. Terwijl ik dus continu tweede ben, maar goed. Um, en daarnaast, mocht Verstappen wel beschikbaar komen, zegt Toto Wolf... Ja, dan moeten we er nog maar eens goed over nadenken... of we nog wel eens een keer zo'nzelfde situatie willen... als die van Nico Rosberg en Lewis Hamilton... die we al even aan het begin van de podcast aanstipten. De zogenaamde Rosberg-Hamilton-clash... Die was vooral erg lastig, volgens Toto Wolf in deze podcast, want er was heel veel negativiteit in de kamer. Er was zelfs zoveel negativiteit dat iedereen in de kamer erdoor beïnvloed was. En dat het gewoon uh, uiteindelijk het beste was voor het hele team dat Nico Rosberg vertrok uit de sport. En uh, dat ze heel erg blij waren dat het, uh, hij noemt het zelfs verfrissend, dat we die situatie niet meer hebben sinds Valtteri aan boord is. Jongen, jongen, pittig. Ja, ik denk dat ze gewoon besloten hebben daar, uh, we zetten al onze eieren op één kipje En uh, dat kippetje heet Lewis Hamilton. En uh, dat, uh, dat gaan we doen. Op die manier om we het oplossen. Maar ze heeft, hij heeft nog steeds niet bijgetekend. Nee, dat is opvallend. Uh, er werd deze week weer gezegd dat er maar geen tijd is om met elkaar aan tafel te gaan zitten voor die nieuwe contracten. Ja, ik denk die jongen zit er ook gewoon thuis. Een beetje de Xboxen, de PlayStation. Ja. Ja. Ik, ik weet, weet het ook niet. Hij zat gisteren Call of Duty te spelen. Ik denk, als je als je Call of Duty kunt spelen, dan kun je ook gewoon even. Ja. Ja, hij is, hij, is al, hij is al binnen zijn gebleven nadat hij van de week een lekker band had. Ja, ik, ik verwacht. Sowieso volgend seizoen: gewoon Lewis en Toto daarbij. Bottas heeft natuurlijk al verlengd. Uh, ik denk dat uh, volgend jaar gewoon iedereen even gaat kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben bijvoorbeeld ja. ook heel benieuwd wat er bij McLaren volgend jaar gaat gebeuren. Mercedes Motor, Zack Brown, grote plannen, veel geld, nieuwe windtunnels, allerlei investeringen. Dus. Uh, ja. Iedereen blijft een beetje zitten waar die zit op dit moment. Hè? Dus ik volgend, volgend jaar ook Bull. Ja, Boom maar moet. ik bedoel, ja, wat is het volgende topteam? Red Bull zal ook moeten gaan leveren. Ja. Ik bedoel, ze krijgen nog één kans met Honda om volgend jaar dat wereldkampioenschap te pakken. En als het volgend jaar weer allemaal. Shit is, om het ja. maar even zo te zeggen. Mm -hmm. ja, ja. ja, dan gaat de familie verstappen, natuurlijk, uh, toch uh, Toto bellen. Red, Red Bull uh, zegt volgend jaar met de RB16B te komen. In plaats van een RB17 komen ze met de RB16B. Dus een B-model van de huidige auto. Ah, dat is nooit goed. Ze hadden die 13 ook nooit moeten doen. Een B-model, kom op zeg. De base pack van de huidige auto. Nee, ja, kijk, oh. het, is, het is natuurlijk een ontzettend tussenjaar. Uh, wat ja, dat is het is. ook, maar maak er dan iets van. Kom op. Mensen ja. hebben een lichtpuntje nodig. Wat interessant, Positief. Is, wat interessant team is, vibe. is dat Mercedes uh, gaat rebranden ook naar uh, niet zozeer volledig rebranden, maar wel meer focus gaat aanbrengen op het AMG-merk. Um, en ja, weet je, je zegt zelf ook al: Toto is er volgend jaar nog bij. Ik vermoed inderdaad wel dat Toto Wolf volgend jaar zijn laatste jaar is als teambaas. En het zou me niet verbazen als hij het jaar nog als teamdirecteur aan de slag gaat, gewoon als eigenaar van het team. Maar dat, uh, dat, dat moet de toekomst nog even uitwijzen. Dat is mijn aluhoedje moment voor vandaag. Hm. Interesting, interesting. Hey, Maar uh, misschien zijn er volgend jaar ineens andere auto's heel goed, hè? Je weet het dus, niet. Uh... Ja. Nou ja, het gat is dus wel. Uh, Lewis Hamilton heeft uh, nogmaals verklaard uh, na de podcast, of nou na de, podcast, na de race in, uh, in Duitsland, heeft hij nogmaals een aantal keren uh, naar de media laten weten dat hij wel verwacht dat hij de komende twaalf maanden uh, de meest spannende duels met Max Verstappen zal moeten gaan uitvechten. Omdat het gat tussen Red Bull en Mercedes traditioneel aan het einde van het jaar altijd een stuk kleiner wordt. Dit jaar nog veel meer, omdat uh, Mercedes al uh, reeds uh, vier weken geleden gestopt is met het updaten van de auto. Dus uh, Red Bull krijgt alle gelegenheid om uh, naar uh, Mercedes toe te werken nu, qua uh, hardware. Um, dus hij verwacht de komende twaalf maanden, met het seizoen erbij, dat het uh, een spannend seizoen gaat worden. Uh, ja. Ik heb al ik heb vaker de tactiek uh, van Lewis Hamilton geprobeerd uit te leggen en geprobeerd te duiden. Zolang Lewis Hamilton het over je heeft, hoef je je, uh, maakt hij zich geen zorgen over je. Uh, mm -hmm. En dan een beetje mijn angst. Lewis Hamilton praat veel over max verstappen. Ik vind dat geen goed teken. Meestal, als hij het niet over je heeft, dan is hij bang voor je. Uh, als hij je ja, klopt. En als hij het wel over je heeft, dan, uh, dan is hij niet bang voor je. Dus uh, dat is mijn idee altijd bij Hamilton. Dus ik heb liever dat hij het niet over Max heeft dan wel. Nou, wat me, bij me, de, de, de wet van Mercedes is een beetje als zij zichzelf op de borst kloppen dat ze het allemaal wel goed gaan komen. Zonder de kwalificatiemodus. Ja. Dan komt het niet zo goed. Nee. En als ze zeggen, oh, we zijn bang en we zien ze dichterbij komen, dan gaat het over het algemeen wel heel ja, goed. Ja, zij zijn een beetje de reverse underdog. De ja, Dit ziet ja. er niet goed uit. Nee, ik ben, ik ben een beetje hard uh, over. Nee, het hardhoofd verkeerde voor voor signaal. De... Ja, verdorie, uh, Lewis. Wat doe je maar nu? goed, laten we niet vergeten: Bottas, vorige keer stuk hè met de motor en kwalificatie, ik blijf het zeggen. Ja. Maar ze zaten super dicht bij elkaar, Max en de Mercedes. En. Hebben ze toch even iets bijgeschroefd, zodat ze uh, drie tienden er weer voor zaten? Nee, het was iets meer. Half seconde, of zo nee, nee, drie tiende. Ja. Oh, drie tiende. En, um, ja, en uiteindelijk gaat Bottas wel een stuk in de race. Ja, het, is, dus, het, uh, het was, het was ja, elektronica, ja, dus die ja, ze vangen. Ja, is vervangen. Uh, ja, 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 zijn, er zijn ja, haarscheurtjes te ontdekken, Marjolein. Er zijn ja, haarscheurtjes te ontdekken. Ja, 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 ja. een hey, uh, stukje positief nieuws. Of eigenlijk intussen wel weer negatief. Uh, Lance Stroll. Uh, dat was eigenlijk wel een, ook wel een bombshell aan het begin van deze raceweek. Uh, want ja, weet je, wie had het nou niet verwacht? Lance Stroll was natuurlijk hartstikke ziek op de Nürburgring. Daarom ja. zagen we daar hulk Hülkenberg rijden. Kijk, ja, Nico. Uh, was een hoop om te doen. In de Britse media werd er uh, uitgebreid geschreven over de diarree van Lance Stroll. Uh, in de tabloids. Verdamme. <laughs> ja, de tabloids hebben daar echt heel veel plezier mee gehad. Uh, Serieus? Wordt ja, daarover ja, geschreven? Ja, ja. Ben Hunt was daar uh, uh, druk mee bezig. Om daar stukjes over te maken die uh, ook door de andere jongens. Journalisten... Ja, God, dan ben je autosportjournalist en dan moet je daar. Een over stukken op de hak werd genomen, inderdaad, door dus zijn collega's. Wel Embarising. allemaal uh, tong in cheek, Marjolein. Zoals de Britten zo ja, goed kunnen. Ja, ja. Um, maar goed, Lens Stroll was dus ziek. Uh, volgens een merendeel van de mensen die aanwezig waren vanuit Racing Point... zeiden nee, geen corona. Nee, geen corona. Geen covid. Nee, geen covid. Lance Stroll en... is naar huis gegaan, zondagochtend, uh, naar Zwitserland. En we denk je wat? Denk je wat? Positief COVID. getest. <laughs> Hij is niet de enige, papa Stroll ook. Dus, uh, de ja, dat zeg ik. Dat op- en neer vliegen naar Canada is allemaal niet uit. Nou, hij is niet naar Canada geweest. Hij heeft een oh. huis in uh, Zwitserland. Oh, okay. Hij is uh, vanuit uh, Duitsland is hier met een privéjet naar Zwitserland gevlogen. Dat ook echt zijn, hè? Zwitserland. Uh, ja, nou ja, uh, Lens Stroll is een klustertje. Het Stroll-clustertje het ook wel. Uh, maar goed, hij is zondagavond uh, alsnog positief getest. Ook uh, Lawrence Stroll heeft positief getest. Uh, uiteindelijk uh, zijn we nu tien dagen verder. Uh, hij is tien dagen in quarantaine geweest. Afgelopen maandag heeft hij negatief getest. En zou hij dus in principe nu weer gewoon lekker de paddock in mogen en dingen mogen doen. Maar um, even serieus, dit is schandalig. Nou, dat is inderdaad een, een, een redelijk pit. Hij was uh, dus, hij was ziek al eigenlijk. Uh, in Rusland? Ja. ja. Hij is dus meegereisd naar Duitsland. Allerlei tests gedaan, geen corona. Uiteindelijk te ziek om te racen. Hulk Hulkenberg moet. moet ze net bestelde koffie gewoon. Koud laten worden. Koud laten worden. Nee, Adje naar achteren. gooien, <laughs> verbrande keel. Nee, maar die moet gewoon opkomen draven, omdat meneer zich ziek voelt en aan diarree is blijkbaar. En dan wordt hij zondag als zondag is hij positief getest op corona. Ja, en thuis. daar hebben we ja. al die tijd niks van gehoord. Nee. Opvallend, hè? Niet dat mij dat het aangaat, maar. Hij zat toch daar in de Formule 1-bubbel? Nou, dat is het verhaal. Point heeft een, uh, nog een uitgebreide verklaring uh, gedaan... naar aanleiding van de, natuurlijk de, de stress die er wel online ontstond... van mensen die zeiden van, ja, maar ho, eens even... als dit allemaal waar is wat hier nu gebeurt... dan is dat een behoorlijke breach van de, van de, de F1-bubbel, om het zo maar te zeggen. Uh, Racing Point heeft laten weten... dat er verder niemand besmet is geweest binnen het team. Lance Stroll heeft op zaterdagochtend... direct nadat hij zei... ik voel me niet lekker, ik kan niet racen... heeft hij het paddock verlaten. Hij is op uh, donderdag nog getest. Toen was hij negatief. Dus hij is op zaterdagochtend het paddock verlaten. Uh, is dus uh, in zijn eigen motorhome uh, in quarantaine al gegaan. Heeft ook niemand meer gesproken. Uh, papa Stroll overigens, La Lawrence Stroll... was niet aanwezig in Duitsland dat weekend. Dus die heeft er ook uh, niets mee van doen in dit geval. Maar goed, um, uh, Lance Stroll heeft niemand meer gesproken... Is in een privéjet gestapt en is zondagavond positief getest. Um, Racing Point heeft te, na vervolgens het hele team nog een keer getest. Die zijn in een privécharter teruggevlogen, dus die hebben ook geen contact gehad met andere mensen. Die zijn allemaal in een privévliegtuig van een privécharterjet zijn ze teruggegaan naar de UK. Uh, en de rest van het team is er niemand besmet geraakt. Maar goed, het is natuurlijk wel een, een, een rare situatie. Want wat ik eigenlijk ook al zelf twitterde uh, toen het nieuws naar buiten kwam, is um, waarom is Lance Stroll niet op zaterdagochtend nog een keer getest? Want uh, Nico Hulkenberg is op vrijdagmiddag getest omdat hij een mediapas nodig had, dus die is op vrijdagmiddag getest en negatief getest, want dat is een sneltest. Dus die wist vrijdag, vrijdagmiddag al dat hij een mediapas had, en vervolgens is hij op zaterdagochtend gelijk getest toen hij voor Racing Point werd opgeschakeld. Op dat moment had Racing Point dus ook gewoon een test kunnen aanvragen voor Lance Stroll. Maar waar was Lens op zaterdagochtend? Nou, niet in de paddock waarschijnlijk. Want die heeft dus gezegd: hmm. Ik kan niet racen, ik blijf waar ik ben. En is dus niet de, uh, zijn motorhome uit geweest. Maar goed, dat is het verhaal van het team. Ze hebben gezegd: Hij was uh, ziek, hij was niet meer in de bubbel. Dus we hebben hem ook niet laten testen. Hij heeft gewoon gelijk de paddock verlaten. Dus daarom is hij niet getest. Al met al, uh, leuk en aardig. Uiteindelijk heeft Racing Point wel een officiële waarschuwing gekregen vanuit de FIA. Uh, in aanleiding van de positieve test van Lance Stroll. Uh, eigenlijk een beetje in dezelfde lijn als onze grote vriend Charles Leclerc, die tussen de twee races in Oostenrijk terugvloog naar Monaco en vervolgens uh, gezien werd uh, dat, hij de, dat hij allerlei mensen uh, op binnen, binnen een meter afstand had in Monaco. Uh, dat hij op een feestje was geloof ik, een kunstgalerie opening. En Stef Vettel die natuurlijk in ook in Oostenrijk volgens mij. Uh, met uh, Helmut Marko en Christian Horner stond te babbelen in de paddock. Hmm. Wat natuurlijk ook niet mocht, want ze hebben allemaal hun teambubbels. Uh, die hebben ook alle twee officiële waarschuwingen gekregen. Dus het doet eigenlijk onderaan de streep helemaal niks. Het geeft wel aan dat er toch ook bij de via vraagtekens waren over wat hier gebeurd is. Nou ja, ja het, uh, het wekt een beetje de indruk dat uh, Lens buiten het Formule 1-circus om uh, getest is... en uiteindelijk positief bevonden. Anders hadden we dit al veel eerder gehoord. Uh, dus op de een of andere manier hebben ze dit... binnen de familie Stroll een beetje onder de pet proberen te houden. Ja. Uh, misschien ook met de kennis van Perez in hun geheugen. Want bij Perez was natuurlijk een beetje een lastige situatie ontstaan. Hij is toen positief getest uh, vlak van tevoren. Moest toen last minute nog extra test doen... Nog steeds positief, mocht niet racen, had totaal geen klachten trouwens. Um, maar ja, dat, dat, als je door de FIA getest wordt, dat is wat ik probeer te zeggen, ja, dan moet je aan allerlei protocollen en eisen houden. En toen met Perez hadden we ook nog een heel verhaal van: kan hij wel naar Barcelona vliegen? en Mag hij Engeland wel ja, uit? Ja, en, ja. En het lijkt er nu een beetje op dat ze bij Stroll gedacht hebben... jongen, blijf jij maar in het hotel en doe maar een aparte test. En dan, hè, dan brengen we het pas als we naar Portugal gaan, naar buiten. En dan, als, als het goed is, ben je dan negatief. En dan kom je gewoon de krit op en heeft niemand de last van gehad. En dan hebben we, ons, hebben we ook geen regels waar we ons aan moeten houden. Die indruk uh, heb ik nu een beetje. Ja, en dat ja. kan. Maar nou, goed, het, uh... het is inderdaad precies wat jij zegt. Ik heb een beetje het gevoel dat ze uh, hebben geprobeerd om... Uh, hij is getest op de woensdag of de donderdag. Ja. Uh, daar was hij nog negatief. Uh, laten we die test maar in onze handen houden en hopen... Dat het niet doorzet waar ja. die last van heeft. Um, de arts die hem behandeld heeft, heeft inderdaad gezegd. Nou, deze symptomen, waaronder, uh, uh, volgens mij had hij last van hoofdpijn en, en diarree. Mm -hmm. Nou, dat zijn geen klachten die één uh, op één misschien met COVID te maken hebben, maar volgens de World Health Organization wel degelijk. Dus uh, onze grote vriend. Uh, Hè? De, nou, onze grote vriend, is... Dr. Stroll die, uh, die heeft daar inderdaad ook verkeerde inschattingen gemaakt. Dus ik heb een beetje het gevoel inderdaad, alsof ze bedacht hebben, laten we kijken hoe ver we kunnen komen zonder dat we iemand uh, voordat we slapen Wakker maken het zou fijn zijn als Lens gewoon zelf uh, het weekend kan afwikkelen uh, en zo niet, ja, dan zorgen we gewoon dat uh, uh, Koffie, uh, Koffie Hulkenberg standby is. <laughs> dat is overigens ook dit weekend in het verhaal, Marjolein. Koffie Hulkenberg uh, is in Portugal. Uh, lokale koffietentjes hebben allemaal borden buiten staan. Welkom, Nico. <laughs> ze hebben allemaal een speciaal koffiebroodje voor hem ah, Hij plaatsen. zit er ook op de hoek. Hij woont op Mallorca, toch? Ja, dat is waar. Ja, ja Monaco ook deals. Oh. Ja, hij heeft ook een huis in Monaco. Want hij hmm. had de Monaco Porsche bij zich in Duitsland. Dus uh, why not? Why not, hè? Als je Nico Hulkenberg bent. Maar ah, goed dat hij er weer bij is. En mocht er dus bij Racing Point weer eentje ziek zijn, dan is uh, Nico er. Wel opvallend vind ik, uh, even dit segmentje daarmee afsluiten, dat Racing Point het enige team is waar dit schering en de inslag is. Ja, opvallend. Ja, dus, toch een uh, beetje goed. Uh, Vooropgesteld, Let's Roll, als je luistert. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Heel veel beterschap, <laughs> lieve Lens. Ja, hij is al beter als het <laughs> goed is. Ja. Goed dat je weer beter bent. <laughs> goed dat je beter bent, Lens. En uh, goed dat je erbij bent. Yes, yes. thank uh, you. We gaan voorbeschouwen op Portimao, de Grand Prix van Portugal. Oftewel de Portugese GP, hashtag. Vergeet niet de UE als je de hashtag gebruikt. Het is dus niet de Portugese GP, maar de Portugese GP. Het is de eerste keer dat we op Portimao komen. Kan interessant worden. Ja, zeker. Iemand nog flashbacks aan Mugello? Ja, Mugello was fantastisch. Het is een. Uh, ik vind het weet niet of allemaal hij... op elkaar. Ja. Harmonica. La laten we hopen dat we die harmonica niet nog gezien hebben. Want die was natuurlijk wel nee. dood. Uh, heb jij dat uh, video'tje nog gezien. wat ik laatst twitterde. van uh, een rondje over het circuit van uh, Portimão? Het is een soort achtbaan. Het heeft heel veel hoogteverschillen. Zelfs de uh, start-finish-rechte stuk daarvan. er uh, zit een, een verschrikkelijk groot hoogteverschil in. Dus ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar het is echt uh, spectaculair om te zien. Uh, dat is natuurlijk wat ik al zeg. Heel weinig Formule 1-ervaring. Er zijn een aantal mensen die gereden hebben. George Russell onder andere. in zijn uh, lagere uh, Formule. Uh, avonturen ook Joy and Palmer, die heeft er in de Formule 2 ingereden. Uh, even kijken, en uh, Rosenquist, die heeft ook gereden, voor mij ook Formule 2. Uh, en ze geven eigenlijk allemaal aan dat het een, een heel tof circuit is om te rijden als ik voor de coureurs alleen dat er verdacht weinig inhaalmogelijkheden zijn. Er is één DRS-zone uh, en iedereen verwacht dat daar dan maar de actie zal moeten gaan komen, maar dat de rest van de baan ja, vrij lastig gaat worden om in te halen. Dus of het echt een inhaalspectakel gaat worden, is de vraag. Ja, dat gaan we zien. Ik, uh, het, het is mooi weer. Je, het, je hebt ja. geen weerbericht toegevoegd. Nee, ik heb vandaag uit, uh, geen weerbericht toegevoegd. Omdat ik, ik miste de, mijn weerbericht. Het weer is gejinxed, als ik dat toevoeg. Oh. Nee, uh, de stralende zon en lekker warm. Portugees oh, najaar. Nou, dus we gaan vrijdag gewoon wel vrije zien. Vrije we gaan zien. lekker vrije trainingen zien inderdaad. Ze gaan wild data ophalen waarschijnlijk wel inderdaad. Maar goed, dan nog. weet je Dat was op met Jello natuurlijk niet anders. Ze dus daar ook genoeg data konden ophalen. Um, het weekend ziet er goed uit. Dus uh, hopelijk zorgt er ook voor dat het in ieder geval wat. Uh, wat stabieler verloopt. We <laughs> nou, ben benieuwd. We gaan uh, ja, we hebben weer twee races back to back hè. Dus uh, dit ja. weekend Portugal daarna Imola ja. en Imola zijn geen vrije trainingen. Ja eentje 's ochtends. Ja, ja de, zaterdagochtend, ja, maar zaterdag. niet vrijdag inderdaad. Nee, klopt. Ja, dat is eigenlijk het, het Nuburing concept. Dat is eigenlijk toch, ja, weet je, gaan we toch weer een beetje zien of dat nou echt een verschil maakt. En het antwoord is ja, overigens. Mm -hmm. um, maar of het ook inderdaad in, in voor onze beleving als fans een groot verschil maakt. Ik denk wel dat we dat gaan merken hoor. Um, ik, ik ben wel heel benieuwd naar dit, naar dit circuit. Wat ik al zei, Bottas die had inderdaad pech in, uh, in Duitsland, maar heeft geen pech in de zin van uh, penalties, grid penalties. Ze hebben bij hem zijn. Um, uh, electronics, een control electronics unit vervangen. Oftewel de, de, de controle-unit voor zijn batterijgedeelte. En ook de batterij zelf zijn, zijn opnieuw uh, ingepakt. Uh, maar dat betekent alleen dat hij het maximum heeft gehaald en nog niet eroverheen. Dus geen straffen voor deze meneer. En even kijken. Ja, dan hebben we natuurlijk door dit weekend de vraag. Gaat Lewis Hamilton dan ook gelijk over uh, Schumacher heen dit weekend qua record? Wat verwacht jij, Marleen? Wat verwacht ik? Um... Gaan we overwinning 92 gelijk verwelkomen dit weekend? Goeie vraag. Goeie vraag. Ja, ik zou, ik zie geen reden waarom niet. Uh, we hebben weer even een break gehad. Teams hebben toch wel weer. Je ziet weinig gridschaffen dit seizoen. Dat komt ook omdat er gewoon weinig uh, wordt doorontwikkeld. Iedereen heeft het toch een beetje afgeschreven. Plus, er zit gewoon heel weinig uh, tijd in de kalender. Um, maar ja, ik verwacht wel dat er altijd weer kleine verbeteringen zijn. Ze zeggen bij Mercedes wel dat ze dat ze niet meer doorontwikkelen. Maar ja, helemaal geloven doe ik dat natuurlijk nooit. Echter. Uh, ben ik ben wel met je eens. Uh, dit is wel zo'n circuit wat uh, de jonge coureurs inderdaad van de Formule 2 kennen. Plus uh, veel geoefend wordt op de sim natuurlijk. En uh, dat zie je natuurlijk ook uh, Max Stappen vaak op ja. Lennon Norris trouwens ook. Coureurs die veel sim racen. Daniel Ricciardo maakt zich al zorgen. Hij zegt, ik game te weinig voor dit circuit. Ja. Ja, ja, nou ja, precies dat. Dus je ziet toch dat die jonge gastjes, uh, ja, die, die uh, educaten zichzelf. Om, uh, ja, om, om dit toch uh, goed te doen. Dus ja, uh, ja wie weet. Ik uh, Lance Stroll weer op het podiumpje. Zou ik wel leuk vinden. Lance Stroll op het podium? Ja. ja. Gewoon van de toiletpot naar het podium, zeg jij? Ja. Ja, let's go. <laughs> oh, sorry. Ik bedoel helemaal niet Lance Stroll. Ik bedoel Lennon Norris. Oh, dat nou... is. <laughs> ik Jezus. Ja, ja dat, dat uh... <laughs> De ene, alles de, de andere niet zomaar zeggen. Sorry, ik ben half, uh, half in de afkondiging. Ik ben nog ja. Goed, nou, je top drie dan. Kom <coughs> oh, eens even op. Ja. Uh, nou, weet je wat? Ik, uh, nou, Lewis Hamilton, ik denk wel dat, dat hij gaat uh, winnen. Lewis Hamilton 1, Max Verstappen 2, Lennon Norris 3. Nou, interessant. Ja. Wij uh, zijn bijna eensgezind, helaas niet helemaal. Ik heb Max Verstappen op één. Precies wat jij zegt. Ooh. De jongere coureurs uh, hebben het kleinere voordeel hier. Uh, Lewis Hamilton op twee, omdat hij niet per se hoeft. Ten opzichte van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die ook weer een dramatisch weekend gaat hebben op zijn nieuwe Circuit. Dat is wel een beetje jouw standaard voorspelling. Ja, en we hebben ook nooit Bottas op een podium en staan. Lewis Norris als uh, nummer drie, inderdaad. Ja, dus uh, oh. uh, verstappen Hamilton Norris aan mijn kant. Niet Lance Stroll. Nee, Lance Stroll die, uh, <laughs> blijft in de motorhome, denk ik, dit weekend. Als Lens Stroll toch op het podium staat. Die zet, wel de, die zet wel de snelste ronde neer. Op het ja, let. Dan ja. moeten we al onze luisteraars tracteren. Te <laughs> ja. taart. Ja. Be careful what you wish for. <laughs> nee, ik denk dat wat jij zegt, het ligt inderdaad de jonge coureurs. Uh, Max Verstappen heeft daarin een, een, een licht voordeel. Uh, samen met Lennon Norris en wat jij ook al zegt. En wat ik al zeg, um, ik denk dat Bottas heeft gewoon. had ook op de Nürburgring weer moeite. Uh, had ook op Mugello. ja Vond ik hem niet ijzersterk zijn. Uh, dus ja, ik weet het niet. Hopelijk uh, het nieuwe circuit, plus, uh, plus inderdaad uh, misschien minder druk bij, uh, bij Hamilton, zorgt weer een keer voor een leuke kans voor, voor Max Verstappen. Ik zou het in ieder geval voor het kampioenschap uh, wel leuk vinden als, als we een keer een, een andere nummer 1 zien weer. Eens. Hij was in de buurt, hè, Bottas. Hij was in België. Ja, hij moest natuurlijk zijn vrouwen aanmoedigen. De Ronde van Vlaanderen. Ik zag ja. hem s'avonds lekker aan een leffe, blond biertje zitten. Kijk, goed bezig. Zo is dus, al een kopje koffie. Uh, levensgenieten hoor. Valt Daarvoor me. had hij nog wel eventjes de feministen in hem naar boven laten komen door te twitteren dat hij het onacceptabel vond dat het prijzengeld bij de Ronde van Vlaanderen voor de mannen en voor de vrouwen zo grotesk verschil had. Aww. Dus hij kwam even op voor de vrouwelijke B wielrenners. Politiek correct, van hem. Ja, nou ja, ook dat is valt, hypotheses. Het is leuk om te zien dat hij daar ook zijn eerste stapjes in maakt. Zeker. Toch? Hij zal toch een keer moeten, hè? Want als die Formule 1 Hij begint zich als mens wel te ontwikkelen. De Formule 1 carrière van, <laughs> van Valtteri Bottas is ook niet eeuwig, <laughs> kunnen we vaststellen. Oh, Goed. Het is wel schattig. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je reageren, dan kan dat via Twitter op F1 Spoiler Alert of naar... At Marjolein. Met een lange I of naar at Johan Voets. Met een lange O. Of in onze Telegram app. Uh, zoek even in Telegram, dat is een populair uh, messaging systeem, naar F1 Spoiler Alert Chat. Dan uh, vind je daar samen met ons nog honderdtal andere leuke fanatieke fans die uh, vrij fanatiek discussiëren over Formule 1 en alles daaromheen. Dus dat vinden we sowieso leuk als je daarbij bent. Mocht je een app gebruiken om deze podcast net te luisteren waarin je een reviewtje gaat achterlaten, doe dat dan zeker even, want wij vinden alle reviews leuk om te lezen. Misschien misschien gaan we binnenkort weer eens een keer wat reviews voorlezen. Ja, mee, goed idee. Maak we weer even een review rondje. Dus uh, Leuk. post je leukste reviews en dan uh, gaan wij kijken dat we de leukste selectie in de volgende podcast even meenemen. Nice. Voor nu bedankt voor het luisteren. We gaan op naar de vrije training en we gaan op naar de kwalificatie en dan op, op, op naar de race. Wij hebben er heel veel zin in en we zien jullie. Nee, we zien jullie niet. We horen jullie heel snel weer. Daarna horen oh, jullie ook niet. Jullie horen <laughs> ons. Ciao, ciao.